Het weekend is het wel heel fijn, want nu kun je gewoon op 2 uur tijd al je stalwerk doen met meer dan 200 koeien. Dat is wel prettig, ja. Wij zijn VOF Peters in Ter Holen, Zeeuws-Vlaanderen. We melken 215 koeien, die geven gemiddeld 10.600 liter met 4,2 vet en 3,30 eiwit. Daarnaast hebben we natuurlijk nog 20 droge koeien staan. Jongvis staat op een andere locatie, daar hebben we ook 150 van ongeveer. We voeren op dit moment 4 maanden ongeveer met het vectorvoersysteem. 1 rantsoen voor de droge koeien en 1 rantsoen voor het melkvee op het moment. Ik ben Daniel Keppels, farm management specialist bij het cluster Benelux. En we zijn hier vandaag bij de familie Peters om een nieuw vectorsysteem te bekijken. Jullie draaien nu 4-5 maanden met dit systeem. Zien jullie er ook voordelen in? De tijdsbesparing komt er steeds beter uit. Mm-hmm. Dat er altijd vers voer ligt, dat is ook zeker een pre. In de gezondheid zien we het nog niet direct terug op zo'n korte tijd. Mm-hmm. Maar ik denk zeker dat het voor de koeien beter is. De installatie en de opstart, hoe is dat verlopen? Het is nu goed opgestart. En er komt nog best wel meer bij kijken dan het voersysteem zelf. De voerkeuken en de inrichting daarvan, voersilo's, betonstort hier en daar. En als je kijkt naar flexibiliteit van het systeem, waren er ook eigenlijk mogelijkheden van dat jullie ook het systeem zo konden maken zoals jullie dat zelf wouden? Ja, het is een heel, heel flexibel systeem. In de opbouw is het heel goed gelukt om in te bouwen. En in het gebruik is het ook zo flexibel. Je kan voeren waar je wil, bijna. Ja. De voordelen van automatisch voeren, welke voordelen zie je dan met de vector? Het echt hele grote voordeel ervan is uiteraard de arbeidsbesparing. Verder de voernauwkeurigheid. Die vector die laat het gewoon nauwkeuriger als we zelf kunnen doen. En als je kijkt naar brandstofbesparing? Ja, dat is enorm. Ja? Ja, dat is enorm. En 9000 liter dieselolie per jaar, die besparen we wel. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. En hoeveel tijd ben je nu bezig met de keuken vullen door de week? Dat zal in totaal 3 à 4 uur zijn, denk ik. En hoe zit het in de weekenden? Zeg maar, je hebt een jong gezin. Ja, in de weekenden is het wel heel fijn. We zorgen dus eigenlijk altijd dat er sowieso op vrijdag al zoveel mogelijk in staat. Op zaterdagochtend vullen we nog de laatste dingen bij. En dan heb je er eigenlijk zaterdag na 10 uur 's morgens, heb je er tot maandagmorgen 10 uur geen werk meer. Als we kijken naar investeringen, want uiteindelijk gaat het ook allemaal om geld en zo. Ja, absoluut. Kun je daar een indicatie van geven van waarom je de keuze gemaakt hebt financieel? Wij zijn bezig geweest om de zelfrijder te vervangen voor een nieuwe zelfrijder. Enfin, we schrokken enorm van de prijzen. Dat we op een gegeven moment toch besloten hebben, toch zeker toen we keken wat dan het vector kostte. Dat we zeiden van nou, dan kunnen we dat beter doen, want de investering is vergelijkbaar eigenlijk. En je spaart een hoop brandstof en een hoop tijd uit. Als jij een veehouder zou willen adviseren of zo van die overwegen om een vector aan te schaffen, wat zou je hun mee willen geven? Dat ze er niet bang voor moeten zijn om iets te automatiseren. Het bespaart je echt enorm veel tijd. Wel opletten dat alleen de aanschaf van de vector niet het totale plaatje is. En hebben jullie nog gebruik gemaakt van de MIA-FAMIL-regel? Ja, het mooie van de MIA-FAMIL is dat je alles wat erbij komt, zeg maar, dus de silo's, de vijzels, een bonenpletter in ons geval, de betonnen vloer coaten, want dat zou ik iedereen adviseren, kun je allemaal onder de MIA-FAMIL gooien in dit geval. En dat, ja goed, toch zeker in een jaar als 2022 kwam dat wel heel goed uit, ja. Hoe makkelijk is dat? Gewoon een rantsoen aanpassen met ook ja, dat is in horizon is het aan te passen en dan het volgende rondje dat hij gaat voeren, dan doet hij het zoals wij het gevraagd hebben. Gemak dient de mens. Ja, inderdaad.